April 91, de Ronde van Vlaanderen. Goats, Sørensen en Museeuw weten al te goed dat hij daar zal gaan. Maar er is geen houden aan. Edwig van Ooijdonk schrijft op de Bosberg nog eens geschiedenis. Van Ooijdonk wint op zijn 24e een tweede Ronde van Vlaanderen. October 1991, Parijs-Tours. Museeuw weet op zijn verjaardag met zijn krachten geen blijf, maar de slimmerik die het afmaakt heet Johan Capiot. Een grote klassieker winnen betekent meer dan ooit in alle gemoedsrust overwinteren en hoopvol vooruitblikken naar een nieuw seizoen. Ik heb 5 weken stilgelegen. En dan ben ik begonnen met mountainbiken, 4-5 keer per week. En dan vanaf 1 januari ben ik op de weg begonnen, met de wegfiets. Je zegt 5-6 weken stilgelegen, bewust? Ja, bewust. Normaal was het iets korter geweest, maar ik ben dan ondertussen getrouwd. Ik ben op huwelijksreis geweest en waren pas 6 december terug. Dus ik kon niet vroeger beginnen. Dat huwelijk, verandert dat veel? Voor mij persoonlijk niet eigenlijk. Je moet gewoon trainen en veel rusten. Dat deed ik vroeger, nu doe ik dat ook dus. Mij persoonlijk verandert niet zoveel. En de koersen blijven ook gewoon hetzelfde. Dus ik heb gewoon wel meer rust, denk ik, nu. Maar men zegt dan dat een huwelijk voor een renner de nodige gemoedsrust brengt. Is dat voor jou ook het geval? Ja, ik denk, ik heb nu wel meer moraal ook om te koersen. Dus ik heb nu ook verantwoordelijkheid, nog meer verantwoordelijkheid. En dat is wel goed, denk ik, voor mij. Het voordeel is dat jouw echtgenote ook uit een wielermilieu komt, hè? Ja, mijn broer is ook 2 jaar prof geweest, dus ze weet wel wat er eigenlijk aan toe gaat. Wat, er eigenlijk, wat ik ervoor moet doen, wat ik moet leven, hoe ik zwaar moet worden. Dat is eigenlijk geen probleem. Als je het seizoen, vakantie, kunnen vakantie gaan, dan kom je terug en dan heb je echt die moraal voor opnieuw gaan te trainen. Powertraining, veel met de mountainbike rijden, dus dat gaat eigenlijk allemaal vanzelf. Heb je lang stilgelegen? Maximum 3 weken, denk ik, heb ik helemaal niets gedaan. En dan? Waar ben je dan mee bezig geweest? Ja, ik ben toen op vakantie vertrokken voor 14 dagen naar Gran Canaria. Toen ben ik terug hier gekomen en toen heb ik nog een week hier wat rondgelopen, zo, wat kameraden opgezocht. En dan ben ik weer beginnen te trainen. Mountainbike, dat schijnt zo wat het middel bij uitstek geworden te zijn om de conditie wat min of meer bij te houden. Ja, natuurlijk. Het is ook met de fiets. En vroeger ging ik veel lopen. En dan had je altijd pijn in je benen of gewrichten, Achillespees kwetsuren ofzo. Nu heb ik de mountainbike gepakt en daar heb ik het mee gedaan de hele winter. En dat is goed meegevallen. Nou, het is vooral heel ontspannend. Het is helemaal niet anders dan, dan de wegfiets eigenlijk. Het is vooral toch de zinnen kunnen verzetten eigenlijk. Je moet heel het jaar rijden eigenlijk op je koersfiets. En dan kun je ook eens eigenlijk op die mountainbike rijden. Dat is eigenlijk het voornaamste. Waar trek je dan op af? We rijden meestal de heiden in Kalantout. Dus die al rustig en daar staan we wel aan. Je zegt we, wie zijn dat dan? Mijn broer ging ondellen en dan nu door de keul naar. Met 3-4 man zijn we meestal zo. Een paar amateurs nog. Een woordje over het team, het Buckler team. Er zijn 4 jongens weg, er komt een Nederlander Rob Mulders bij. Sterk genoeg in de breedte? Ja, zeker en vast. Dus de renners die weg zijn is geen echt verlies. En de renner erbij gekomen is ook heel goed, dus een jonge gast. De ploeg is eigenlijk volledig hetzelfde als vorig jaar. En hebben we toch 3 wereldbekerwedstrijden gewonnen. Dus het ziet er heel goed uit. Beschrijf de sfeer eens in die ploeg, Raas. Ja, ik vind dat de sfeer bij ons heel goed is. Daar zorg ik trouwens dus voor. Die kan volgens mij een heel goed mensen kennen. Dus dat Rick kan zien, die gaat passen in ons ploeg. En dan neemt hij er ook bij, dus. We komen hier goed overheen, vind ik. Er is niemand echt een verdette bij. Die ook geen verdette neigingen heeft of zo. Dat is het voornaamste, denk ik. Toch schijnt de Raas nogal veel afwezig te zijn de jongste tijd, omdat hij vooral bezig is met het zoeken. Irriteert je dat? Of denk je, ja, komt die sponsor wel weer? Moet ik niet gaan uitkijken naar andere teams? Nee, ik probeer gewoon zo goed mogelijk te rijden. En als er een nieuwe sponsor komt, dan zou ik het liefst bij Raas blijven. En als Raas geen sponsor vindt, ja, dan proberen zo goed mogelijk te presteren en dan zal ik wel ergens anders binnen geraken, denk ik. Ja, met de naam van Ooijdonk alleszins, hè. Maar toch liever bij Raas blijven.
Ja, het liefste wel, maar ja, als Raas niet echt iets kan vinden, dan zal ik toch op een andere moeten gaan horen. Wezenlijke veranderingen in die ploeg? Ja, nee, met Van Kalsen dat hij erbij komt en dan als renners Robert Muller, ja, daar heb ik eigenlijk niet mee gekoerst. Ik heb hem 2 keer op groepstraining gezien, dus ik vind dat een stille gast, dus daar kan ik nog niet veel van zeggen. En Teunissen is nu bij ons in Bessijs geweest en ik vind hem een knappe gast. Jij bent tevreden over TVM, zowel qua talent als in de breedte? Ja, dat vind ik wel. TVM is nu een heel uitgebouwde ploeg en ik denk dat hij het moet maken dit jaar. Denk je dat hij ook genoeg bagage heeft om klassiekers aan te pakken, om Johan Capiot te steunen op het moment van de waarheid? Ja, als ik goed rij, zullen ze mij zeker steunen, dus daar zal het niet aan liggen. Maar er wordt bijvoorbeeld niet alleen de kaart Capiot getrokken? Nee, dat denk je niet. We hebben meer mensen die goed kunnen rijden, dus we hebben ook Skibby die tijd rijden, in kleine rondes kan presteren en zelfs in grote rondes, dus we zullen zeker niet alleen van mij rijden. Maar in de omloop het volk wel? Daar zie ik ze snel voor mij rijden, maar ja, Skibby kan er ook presteren, dus we gaan zelf moeten uitmaken wie eigenlijk goed rijdt op het moment en dan zal het moeten gebeuren. Wordt Van Hooijdonk ook in de toekomst de man van de maand april? Ik denk het wel. Waarom niet? Ik heb toch al meestal goed gereden in de maand april, dus waarom zou het dit jaar niet zijn? Wat zeg je dan van die uitspraak? Ja, Van Hooijdonk was eigenlijk maar een man van 1 week en dat is de week van de Ronde van Vlaanderen. Tja, dat je dus vierdes kunt worden in de wereldbeker. Dat gaat dan vanaf maart tot eind oktober. Als je dan vierdes kunt worden, dan ben je toch redelijk regelmatig, denk ik. Ja, als ze dat vinden dus. Ik heb 2 maal Ronde van Vlaanderen gewonnen, dus dat is ook niet slecht. Denk je dan bij jezelf, de Belgische doorsnee wieler supporter, die is te veel eisend? Ik denk het niet. Ik denk dat we gewoon de laatste 10 jaren heel hard verwend zijn, vooral in de grote rondes. Toch telkens mannen vooraan hadden, telkens bij de 10 eerste. En nu is dat niet. En dan zeggen ze, het gaat niet goed met de wielersport in België, maar we winnen toch verschillende wereldbekerwedstrijden en dat kan veel landen niet zeggen. Die FICP-punten en die wereldbeker, dat brengt met zich mee dat er meer gegadigden zijn voor die kleine koek van grote wielerwedstrijden. Is het dan waar wat Van der Aarde bijvoorbeeld zegt, het komt erop aan van sneller tevreden te zijn en dan toch zorgen dat je in de kijker blijft lopen? Ja, dat je goed in de markt blijft liggen. Je moet toch vooral met prestaties doen, denk ik toch. Wat ik me eigenlijk zo goed kan verkopen dan. Aan bijvoorbeeld een Erik van der Aarde, die natuurlijk ook zijn naam mee heeft. Maar Van Hooijdonk is ook een naam, hè? Ja, Van der Aarde is toch iets meer, denk ik. Alhoewel heb ik de laatste jaren toch iets beter gepresteerd dan Van der Aarde. Toch vooral in de klassiekers. Maar Van der Aarde blijft Van der Aarde natuurlijk. En hij zal altijd interessant blijven voor de sponsors, denk ik. Maar hij zal natuurlijk ook moeten blijven winnen, denk ik. Stel, je mag kiezen. Een rit in de Tour de France winnen of een derde ronde van Vlaanderen? Een derde ronde van Vlaanderen. Daar moet ik geen seconde twijfelen. Waarom? Ja, Ronde van Vlaanderen. Een toerrit zijn er in de 20. En Ronde van Vlaanderen is er meer een keer per jaar. Dus dat is al genoeg, vind ik. Kun je dan als Ronde van Vlaanderen man bij uitstek dat ook ten gelde maken in de criteria na de Tour? Nee, dan zien ze me niet staan. Dan weten ze niet meer wie Van Hooijdonk is eigenlijk. Dan hebben ze liever dat er een Spanjaard komt of een Italiaan. Die het de mensen maar amper kennen. En dan snap ik dus ook eigenlijk niet goed. Dus dan alles een Spanjaard of een Italiaan voor heel veel geld ergens vandaan en dan dus de renners die zelf heel goed presteren in de klassieke slaan ze aan opzij liggen. Is dat nu voor jou ook belangrijk, of heb jij er allemaal niet zoveel belang aan, het feit dat je zo'n grote overwinning nu binnen hebt, een klassieker gewonnen? Die eerste, dat is vaak de moeilijkste, zegt men. Ja, dan gaan die anderen snel volgen, denk ik. Zo. Plots veel honger gekregen. Ja, nee, als jij zegt dat de eerste moeilijk is, dan heb ik dan lang moeten verkoersen. En dus zullen de anderen wel snel volgen, denk ik. Ik weet het niet. Je wordt op 12 april 28. Komt een renner dan tot volle rijpheid? Zo zegt men toch? Ook Johan Capiot? Ja, ik heb reistours gewonnen, ja, dus nu begint dat toch stilaan. En maar voel je dat zelf ook? Ik voel dat, ja. Ik voel dat ik beter aan het worden ben. Ik heb meer macht, ik weet niet van waar het komt, maar ik voel me gewoon beter.
En het kopje erbij ook? Ja. Dat zal bij mij niet op hol slaan als ik goed rij, hoor. Alles een beetje gewikt en gewogen. En weten waar je mee bezig bent. Ja. Daar komt het op aan dan. Ja, ik denk zeker. Als je in grote koersen nog een fout gaat maken met je kop, dat die er niet bij is, ja, dan gaat je nooit geen koers winnen, denk ik. Je wist dat je jarig was de dag dat Parijs-Roubaix gereden werd. Ja, daar heb ik al heen gekeken dat ik welke dag als ik jarig was. En daar valt nu juist Parijs-Roubaix op. Dus. Stimulans? Ik vind van wel, maar ja, of dat die een dag een stimulans gaat zijn, dat weet ik niet, hoor. Ik weet niet, de meeste renners die jarig zijn, dus gelijk Museeuw in Parijs Tours, die was ook jarig dus. En die heeft gewoon die koers weggegooid, geloof ik. Dus ik hoop dat ik dat niet zal doen. Maar dat maakt weinig uit, denk ik. Vorig jaar was het Winkenton Classic op mijn verjaardag. En ik heb nog net zoveel afgezien dan als ik niet jarig zou geweest zijn. Dus dat maakt weinig uit, denk ik. Stel dat je mag kiezen, kampioen van België worden in het Limburgse Peer of Parijs-Roubaix winnen op je verjaardag. Ja, dat is wel de gemakkelijkste vraag die ze me nu stellen, denk ik. Ik denk toch dat ik dan Parijs-Roubaix wil winnen. Dat spreekt je aan? Ja, dat is gewoon op mijn verjaardag en dat zegt me wel wat, ja. Kampioenschap in Peer, ja. Er zijn nu 120 of 130 beroepsrenners, ja. Daar de beste van zijn, dat vind ik al niet zo erg. Maar een internationale koers winnen, ik denk dat een klassieker veel belangrijker is dan kampioen worden, denk ik. Maar in Peer en dan per slot van rekening niet zo ver van je deur. Dat zou toch ook wel mooi zijn, hè? Dat is toch een parcours voor iemand met snelle benen. Dat is zeker mooi, maar ja, ik kan beter eerst Parijs-Roubaix winnen en daarachter, als ik dan Parijs-Roubaix gewonnen heb, nog kijken naar het kampioenschap. Hè? De tweede is. Dus. Zo kennen we Johan Capiot. Lammert van ver, maar van te ver met Plankaart aan het wiel. Ja. En dan komen de andere. Museeuw ook, de Wilde. Plankaart. Museeuw heeft opgehouden, die heeft zich wat laten verrassen. In het midden komt Johan Capiot. Capiot Johan kan winnen. Capiot. En het is Capiot die wint, ja. Voor de Wilde, voor Van Hooijdonk. Gent nog te vroeg? Nee, ik rijd nu al goed dus. Ik ben in Bessijs geweest, ik rijd daar al goed dus. Ik zie het wel zitten. Een laatste vraag, wie wint die omloop het volk? Tja, dat weet ik niet, ik hoop van ik. Ja, we weten het.